Hallo kijkers, welkom bij deze gloednieuwe video. Ik ga vandaag lekker spelen. Ik kan niet op de PlayStation, omdat ik niet de code van Christian kan openen. Hier zijn ook nog wat andere collega's. Zo, het is nu al gigantisch. Ik kan kort de broek aantrekken en het avontuur kan beginnen. Kijk eens, daar ben ik weer met jullie. Ja. Andere soort korte broek heb ik aan, want er is niet veel tijd meer voor jullie om er mee te gaan doen met jullie dus. En dus, kijkers, vrouw ik dus een andere korte broek voor. Een andere korte broek zal ik die ook pakken. Dat weet ik niet. Wat ligt voor de handmatige? Wat voor de handmatige ligt, kijkers, dat gaan we nu bezoeken in de toekomst. In de toekomst, zoals jullie niet weten, gaan we dus ook niet over hebben. Oh my god. Wat gebeurt er? Kijk eens, we hebben dus een week achter de rug gehad. In deze jaren, hoe het verloopt, zijn we niet veel weg geweest. We willen de volgende stappen maken. In de toekomst, zijn ze jullie zitten. Dus gaan we het ook niet. Want ik ga het liedje met jullie zingen. Oké, kijkers, wij gaan nu weg. Want we hebben een jaar eens over. En deze twee mannen gaan met me mee. Man, meekomen! Bestaat er wel? Nee, het bestaat niet. Het is gewoon verzonnen. Oké, kijk eens. Wij gaan hier doorheen. En hier ontvangen wij dus de gast die wij nodig hebben voor Koningsdag. Die moet de koningin spelen. De koning heeft een korte broek aan. Oké, kijk eens. Wij gaan dus hier op jacht naar de koning. Doe de deurtje dicht. En laat het ons niet opmerken. Ga ik wel eerst even plassen met jullie. Kijk eens, we hebben een signaal binnen. Dat hij de toekomst heeft. De toekomst staat hier niet weten. Het is gewoon flauwekul, het is gewoon verzonnen. Bestaat niet, het is flauwekul. Weet jij dat zeker? Ik weet het zo verschrikkelijk zeker. Dus kijk eens, ik beloof met jullie niks. Als ik met jullie wat beloof, dan gaat het heel wat tekeer. Heel wat tekeer. Ja. Ja, dat klopt. Twee korte broeken dus. Jullie, welke korte broeken liggen eigenlijk voor de hand? Ik denk toch die zwarte, toch? Wit met zwart. Nee, dat is een idee. De golvenbol zou ook in, dan zie ik jullie daar met jullie even nagekeken. En dit is het juiste antwoord. Het juiste antwoord. Ja, en dat klopt. Ga ik even op mijn knieën zitten. Net zoals alle andere mensen. Oh, omkeren. Omkeren met jullie. Welk programma de populairder wordt, die gaan wij dus kiezen. Vond jij nou deze korte broek nou toevallig, of heb je hem gewoon laten liggen? Dat weet ik niet. Oké, kijk eens, nou, dan gaan we dan. En dan tellen we tot 3 en dan trekken we alsnog die zwarte korte broek aan. En dan zie ik jullie dan dadelijk weer tot de volgende keer. Dus we hebben in ieder geval 1 ding gekiezen. Dus jullie, deze mag uit. En dan nemen we alsnog de zwarte daarvoor terug. En dan heel snel. Oké, kijk eens, dat was het dan. Ik heb weer deze korte broek weer aan. Waar het dan zo moeilijk is, dat begrijp ik echt niet. Binnenmorgen. Kijk eens, later. Tot de volgende keer.